Misschien herken je het wel. Heb je lekker buiten gespeeld, kom je thuis met een tekenbeet. Ja, één keer op mijn enkel. Ik heb hem eruit gehaald met de tekentang van mijn hond. Dat deed geen pijn of iets? Het kriebelde een beetje. Mijn zusje heeft ook een keer een teek gehad en toen moesten we naar de buurman, want wij wisten niet hoe het moest en die heeft hem eruit gehaald. Arnold van Vliet is tekendeskundige. Het weer van de afgelopen dagen was zeer gunstig voor de teek, zegt hij. En zeker nu, het is lekker vochtig geweest de afgelopen weken. En dat vinden teken heel erg fijn. En ja, ze drogen nu niet snel uit doordat het zo lekker vochtig is. De teek is een piepklein beestje dat leeft van het bloed van andere dieren of van mensen. Lukt het de teek om zich in je huid vast te bijten, dan kan de teek uren tot wel dagen blijven zitten. Meestal kan dat geen kwaad. Uiteindelijk valt hij er zelf weer af. Het wordt pas een probleem als je na de beet een rode kring of vlek op je huid ziet. Want zo'n tekenbeet kan het begin van de ziekte van Lyme zijn. Die ziekte kan, als je er niks aan doet, tot ernstige problemen leiden met bijvoorbeeld je hart, je huid of je gewrichten. Teken zijn vooral buiten te vinden, in de natuur of in je achtertuin. En de beestjes zijn, vooral nu, makkelijker te vinden dan je misschien zou denken. We gaan op zoek. Maar eerst doen we onze broek in onze sokken, zodat de beestjes niet naar boven kunnen kruipen. Nou, ziet er goed uit. Laten we beginnen. Prima, laten we aan de gang. Door met een wit doek door het groen te slepen, zijn ze al snel te vinden. Een teek? Ja, hier zit er gewoon eentje. Heel klein zijn ze. En daarom is het volgens deskundigen goed om na het buitenspelen je hele lichaam goed te controleren op teken. Al doet niet iedereen dat. Doen niet heel vaak zo'n tekencheck. Nee, niet heel vaak. Eigenlijk gewoon helemaal nooit. Ja. En hoe doe je dat? Dan gaat mama al kijken of ik iets heb. En dan als mama iets kan vinden, pak ze de pincet. Juist, met een pincet, een tekenlepel of schuifje kun je een teek weghalen. En als je die niet bij de hand hebt, kan je ook je nagels gebruiken. En volgens tekendeskundige Arnold is het nergens voor nodig om teken eng te vinden. Nee, teken, daar hoef je niet bang voor te zijn, maar wel alert. Dus je moet lekker gewoon genieten buiten, lekker buiten ravotten, spelen in de natuur. Want dat is heerlijk en dat is ook heel gezond. Maar check jezelf na afloop op tekenbeet. Want dan heb je gewoon op tijd die teken gevonden als die er zit.